dames en heren, hartelijk welkom. Ik ben Kurt Schelling en mag u in dit uur als gastheer ontvangen. Dat is mijn eer. ProDemos en het Huis voor Democratie en Rechtsstaat werkt met het Montesquieu-instituut nauw samen op heel veel terreinen. En de zomerconferentie is een van de voorbeelden daarvan. Zie ik debatten samen met Nieuwspoort. Ik zou het boeiend over kunnen vertellen, maar dat doe ik niet. Ik ben blij dat ik hier ben. Het gaat over transparantie. Een thema dat veel besproken wordt. Niet alleen in deze week, maar het is aan de orde. Het lijkt een morele plicht, transparantie. Waarbij we ongelukkig dan natuurlijk ook de schaduwkant en de mits en de manen komen. Daarover willen we het hebben als het gaat om het parlement. En ik vond een aardig citaat in. Even voor te bereiden in het, op dit thema. Toen kwam ik een citaat tegen van Piet Hein Donner, die over wetten zei: het zijn net vosjes, soms wil je niet weten hoe ze gemaakt worden. Nou, dat is dus niet een pleidooi voor transparantie, zou je zeggen. We gaan daarover hebben na een inleiding van Frans Wijsglas, die ik niet hoef te introduceren, en hebben we daar zijn portret zelfs aan de wand zien. Daarna zal ik daar kort op reageren en ik hoop dat ik de tijd overhoud en daar ben ik echt op waard om met u te praten over de thema's. Ik wil graag Frans het woord geven. Hartelijk dank, voorzitter. Hartelijk dank, Kars, Montesquieu Instituut en ProDemos, om mij uit te nodigen om hier te praten over het onderwerp van vandaag, transparantie in de Tweede Kamer. Ik ben blij dat jullie het spreekgestoelte hier en daar hebben gezet. Het gaat me toch een beetje een ongemakkelijk gevoel, zo onder je eigen portret toespraak te houden. Het heeft ja bijna iets van toespraak op je eigen begrafenis. Maar dit is wel op een comfortabele afstand van mezelf en een eer om voor de voorganger Hans von Bling te staan. Helaas veel te jong. Overleden in 1979-1980. Transparantie in de Tweede Kamer. Ja, eigenlijk zou je moeten zeggen, waar heeft u me voor uitgenodigd? Want ja, als er één orgaan transparant is en inzichtelijk is wat er gebeurt en er geen geheim is, dat is de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging. Het volk, de kiezers, geven het mandaat aan de volksvertegenwoordigers om namens hen hier te handelen, om zo te zeggen, te debatteren, te stemmen uiteindelijk. En ja, dat kunnen ze toch eigenlijk alleen maar doen wanneer ze dat, als ze dat willen, van minuut tot minuut kunnen volgen. Dus ja, zo is het. De Tweede Kamer is volledig transparant. Volksvertegenwoordiging in het hoogste democratische orgaan, samen met de Eerste Kamer, de Staten-Generaal in Nederland. Geen problemen dus, geen kaptekeningen te maken. Dit is eigenlijk wat ik wilde zeggen, want zo is het. Nou, daar heeft u me niet voor gevraagd en daar bent u niet voor gekomen. En zo is het ook niet. Want ja, de praktijk is natuurlijk heel anders. De praktijk is heel anders. Als je kijkt naar een aantal formele kanten van het werk in de Tweede Kamer, waar de praktijk anders is, dan noem ik bijvoorbeeld, maar niet helemaal per ongeluk natuurlijk als eerste voorbeeld, de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Dat is de commissie bestaande uit fractievoorzitters. Tegenwoordig alle fractievoorzitters in onze tijd, Kars, waar de SP er nog niet aan meedoet, Jan Marijnissen, die wou nooit in die commissie zitten, want interessant. Die commissie was niet transparant en hij wilde niet dingen horen die hij niet overal kon doorvertellen. Nou, SP heeft nu een andere mening, zitten er ook in, maar dat terzijde. Commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten, fractievoorzitters, die vergaderen in beslotenheid met de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken over zaken die met de AIVD, de inlichtingendiensten, te maken hebben. Daar heb ik wel begrip voor. Ik vind dat wel goed dat dat een besloten commissie is en ik begrijp dat dat moeilijk soms is, juist voor die fractievoorzitters, omdat ze het niet kunnen delen met hun fractiegenoten. Ik kan me herinneren in de tijd, 20 jaar voordat ik voorzitter was, dat ik
lid van de fractie, VVD-fractie, zoals u weet was. Ja, dan wisten die fractievoorzitters dingen die voor jouw werk, als je in het buitenland werkt, voor jou best relevant waren. En toch mochten ze niet vertellen, ze deden het ook niet. Ik heb nooit Bonkestein of Nijmegen of wie dan ook die dat in de fractie en ook niet in een persoonlijk gesprek vertelden. Dat is de commissie voor de inlichting en veiligheidsdienst. Daar heb ik wel begrip voor. Dan heb je commissievergaderingen, de andere commissies, die zijn openbaar in beginsel. Procedurevergaderingen, die zijn ten dele nog niet openbaar. In mijn tijd, ik zal niet te vaak in mijn tijd zeggen, want dat klinkt inderdaad nogal van die meneer van dat portret, maar in mijn tijd nog een keer, waren bijna of alle procedurevergaderingen eigenlijk besloten. Nu zijn de meeste openbaar, maar er zijn er ook sommige op verzoek. Er is ook een regel op verzoek van een aantal Kamerleden of fracties kan een procedurevergadering nog besloten zijn. En ik vind dat jammer. Ik vind dat het ook gezichtelijk moet zijn hoe de besluitvorming procedureel tot stand komt voordat men tot het inhoudelijke debat overgaat. Dan heb je, en dan komen we weer op de echt politieke kant. Het is natuurlijk een soort vergaderingen, een categorie vergaderingen in de Tweede Kamer, die met uitzondering van één fractie, D66, maar die allemaal besloten zijn. En dat zijn misschien wel de meest belangrijke, de meest politieke, de meest interessante vergaderingen die in de Tweede Kamer plaatsvinden. En dan doe ik natuurlijk op de fractievergaderingen. Iedere dinsdagochtend, voorafgaande aan de Kamervergaderingen van de week. Iedere dinsdagochtend vergaderen op, zijn gewoon 11 fracties nu, op 11 plekken hier in dit gebouw, vergaderen de fracties met de deuren dicht. Ik zei het al, met uitzondering van D66. En ja, als ik nu terugkijk op mijn politieke tijd, en dan niet zozeer naar het voorzitterschap die laatste jaren, maar naar de 20 jaar, ik noemde het al, dat ik Kamerlid ben geweest, niet voorzitter. Ja, dan zijn die fractievergaderingen misschien wel de belangrijkste, de meest interessante en de meest politieke vergaderingen. En ik denk, kijk naar Karsten en naar Jan Schinkelshoek, dat ja, voor jullie ook misschien het geval zal zijn geweest, dat je dat gevoel hebt als je erop terugkijkt. Want ja, daar, dat is echt de enige plaats waar in het openbaar Kamerleden over alle onderwerpen het achterste van hun tong kunnen laten zien en dat ook doen. Zo gaat dat, een fractievergadering. Ik zou niet te uitgebreid in de korte tijd die ik heb, maar hoe gaat dat? Je bent woordvoerder. Laat ik het voorbeeld van vandaag. Laten we vanuit gaan dat de fracties vandaag voorafgaande aan het overleg, wat zoals u weet nu plaatsvindt op Syrië, vergaderd hebben. Ik denk het, dat fracties en zeker fractiecommissies bij elkaar zijn geweest voordat we een woordvoerder toe gaan. Nou, dan komt de woordvoerder van het CDA, Pieter Omtzigt, geloof ik, die komt dan in die fractievergadering. Ik ga even vanuit dat hij vanochtend geweest is. Het is natuurlijk nu reces, dus een beetje uitzonderlijke tijd, maar voor het betoog ga ik ervan uit dat er vanochtend een fractievergadering was. Dan komt Omtzigt en die stelt aan de CDA-fractie voor, schriftelijk, heeft hij gisteren een notitie gemaild. Ik wil in dat algemene overleg over Syrië dat en dat en dat en dat. Niet op de inhoud van het onderwerp Syrië natuurlijk. Dan ontstaat er discussie in zo'n CDA-fractie, in mijn voorbeeld. En uiteindelijk concludeert de fractievoorzitter, nou, datgene wat de woordvoerder Omtzigt heeft voorgesteld, dat wordt de lijn van de fractie. En daar gaat Omtzigt dan mee het overleg in. Maar daar heeft dus een discussie plaatsgevonden van een uur of hoe lang dan ook. Er zijn argumenten gewisseld. En ja, nogmaals, daar hebben dus de Kamerleden, de individuele Kamerleden van CDA, VVD, welke fractie ook, hebben het achterste van de toon laten zien. En als zo'n fractievergadering klaar is, dan is de woordvoerder ook meteen met handen gebonden aan datgene wat is afgesproken. En dat is eigenlijk vanaf dat moment, wanneer een woordvoerder een debat ingaat, het debat ook niet meer helemaal een echt debat. Want wat is de definitie? Een definitie van een debat? Een debat is een plek waar mensen met elkaar op grond van argumenten in discussie gaan en waar ze openstaan en in staat zijn om elkaar te overtuigen. En nog
één keer het voorbeeld. Meneer Omtzigt van het CDA heeft het standpunt meegekregen door zijn fractie, weliswaar op zijn eigen voorstel, maar het is dat fractiestandpunt. En dat zal anders zijn, denk ik, dan het standpunt van de SP. En hoe goed de argumenten van de SP ook zijn, of van de andere fractie, meneer Omtzigt is toch gebonden aan het standpunt van zijn fractie. Dus hij staat toch met gebonden handen in het debat en het is eigenlijk geen echt debat. Want het is meer een soort statement, een soort stemverklaring vooraf, zou ik bijna zeggen. En het overtuigd worden van een Kamerlid door argumenten van de ander. En dan een ander standpunt innemen dan dat hij of zij zo'n debat begon, dat gebeurt zelden. Het is natuurlijk, in de parlementaire geschiedenis is het gebeurd. Dan op belangrijke zaken moet je ook terug naar je fractie. Dat kan ook, dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar het is een uitzondering. Dus daar begint het eigenlijk mee. Het is de aantasting van de transparantie. Mijn uitgangspunt van, we hebben het over de Kamer is transparant, punt. Nee. Ik probeer het in een soort opbouw. Een aantal commissies die niet transparant, die niet openbaar zijn. Fracties hebben we het nu over gehad. Maar dat is natuurlijk niet alles. Want fractievergaderingen zijn belangrijke vergaderingen die besloten zijn. Maar er zijn veel meer vergaderingen en bijeenkomsten en geheime bijeenkomsten en informele bijeenkomsten die wel en heel vaak ook op regelmatige basis plaatsvinden en die in achterkamertjes, dat woord ik hier gebruiken, gehouden worden en die helemaal niet transparant zijn, maar waar wel belangrijke beslissingen worden genomen. En dat zijn vooral overleggen, gesprekken, overleggen, vergaderingen in achterkamertjes, ik zei het, tussen coalities. Als je nu de huidige coalitie als voorbeeld neemt, de samenstelling, is makkelijk, het zijn twee partijen, CDA, sorry, Jan Ferdinand, Partij van de Arbeid en de VVD, de twee huidige coalitiepartijen, meerderheid in de Tweede Kamer, die zijn al begonnen op het van de transparantie afwijkende pad, en dan gaat het alleen voor hun, dat is bij iedere kabinetsformatie zo, maar die zijn begonnen bij de kabinetsformatie natuurlijk. Die hebben ze hier, voor het eerst hier in het gebouw van de Tweede Kamer, de Kamer hiernaast, ze hebben een paar weken gezeten, de fractievoorzitters, de informateurs, nummer twee van het, acht mannen waren het, van die twee partijen. Ja, die hebben dan eigenlijk het belangrijkste document van de politieke periode, van de kabinetsperiode, hebben ze daarin beslotenheid, echt achter die deur. Dat zijn van die dichte deuren waar dan symbolisch, maar ook letterlijk Ferry Mingelen voor zat te wachten met zijn collega's tot er iets van de rook uitstijpelt. En ja, dat regeerakkoord, dat is gemaakt in volledige beslotenheid. Het resultaat wordt natuurlijk gepresenteerd. Maar ja, het wordt wel in beslotenheid gemaakt. En dat is wel de basis voor wat er politiek 4 jaar gebeurt. Want het is een regeerakkoord van de meerderheid in de Tweede Kamer. En uiteraard de meerderheid beslist. En dat gaat dan, ik zou bijna zeggen, gedurende zo'n periode van kwaad tot erger. En ik heb het niet alleen over deze periode. Het is gewoon het systeem wat zo werkt. Gewoon. Het is het politieke systeem wat zo werkt. Het gaat van kwaad tot erger. Want dan is dat regeerakkoord er. Maar in de periode van het regeerakkoord komen er allerlei nieuwe dingen op. Het schaliegas bijvoorbeeld te noemen staat geloof ik niet in het regeerakkoord. Maar dat wordt dan wel zo'n belangrijk onderwerp. Dat dat niet iets is waarvan Partij van de Arbeid en VVD, Zijlstra en Samson, en Rutte zal zich er ook mee bemoeien, en Kamp, de minister, zeggen van, nou staat niet in het regeerakkoord, we zien het al bij het schip. Ik zeg niet strand, we zien wel waar het schip terecht komt. Nee, ik ben ervan overtuigd, ik ben er niet bij, maar ik weet zeker dat het gebeurt. Dat over zo'n onderwerp als schaliegas wordt dan gepraat tussen de woordvoerder van PvdA, VVD, tussen de fractievoorzitters, met de minister. En je hebt allerlei geformaliseerde momenten waarop dat gebeurt. Je hebt dat overleg van coalitiepartners op ad hoc basis, bijvoorbeeld, ik zei het over het schaliegas. Maar je hebt ook vast moment in de week waar de voorzitters van de coalitiefracties elkaar zien. Samson en Zijlstra, die zien elkaar op, ik weet niet,
dit moment X in de week. Ontmoeten ze elkaar en nemen ze de week door en maken ze afspraken. Dus bovenop dat regeerakkoord, bovenop die afspraken in de eigen fractie, wordt er ook nog eens een keer tussen die coalities afgesproken. Je hebt ook formele momenten in een week waar de coalitie met elkaar spreekt. En dan wordt het helemaal niet meer transparant. En wordt het ook niet dualistisch, laat ik het woord voor eerst gebruiken. Want dan bedoel ik op het bewindsliedenoverleg. Nou, bewindsliedenoverleg, dat weten we zeker, de coalitiefracties, dus nogmaals in dit geval de KVD en de VVD. Eén keer in de week komen ze bij elkaar met hun ministers. Dus er is op één plek in de stad, ik denk dat het in het Katshuis is, zitten de VVD-ministers met de top van de VVD-fractie. En in een andere plek, ik denk het ministerie van Sociale Zaken, bij meneer Asscher, minister Asscher, zitten de Partij van de Arbeid-ministers en de top van de PvdA-fractie. En die zitten ook weer dingen met elkaar te bespreken, ook weer afspraken te maken die u en ik absoluut niet zien. Ik heb het 8 jaar gezien. Ik was beoordeeld tot wat dat heet de top van de VVD-fractie. En als secretaris van de fractie, dat ben ik 8 jaar geweest, dan ging met z'n drieën, met Bolkestein en Ben Korthals en ikzelf. Andere samenstelling in de volgende periode. Ja, iedere week gingen we naar het bewindsliedenoverleg. Ja, dat eigenlijk waren dat misschien wel de meest interessante gesprekken en discussies die ik persoonlijk heb meegemaakt in die 8 jaar. Maar niemand heeft er ooit iets van gezien. Volkomen niet transparant, volkomen besloten, volkomen achterkamertjes. Dus ja, het resultaat van dat alles is dat je een coalitie hebt in de Tweede Kamer. Die een meerderheid heeft. In de meeste gevallen is dat zo. Laat ik even afzien van de vorige periode waarin dus een minderheidscoalitie met een gedoogpartner, PVV, was. Coalitie die een meerderheid heeft en die op allerlei punten afwijkt van het uitgangspunt. De Tweede Kamer moet transparant zijn. Ik begon met de fractievergadering, een regeerakkoord, overleg tussendoor, fractievoorzitters, woordvoerders. Nou, ik kan veel meer erbij niet verzinnen, maar vertellen. Van momenten en fora in de Tweede Kamer, maar wel achter gesloten deuren, waar eigenlijk de belangrijke beslissingen in de coalitie genomen worden. En het resultaat is dat je eigenlijk in de Kamer een coalitie hebt en een oppositie. En een coalitie, dat is een blok wat in beslotenheid allerlei dingen bespreekt en voorbereidt en vasttimmert. En een oppositie, ja, staat er vrij machteloos tegenover, omdat het allemaal zo vast ligt. De bijzondere situatie nu is dat het eigenlijk niet alleen de coalitiepartijen zijn die in de achterkamertjes met elkaar praten, maar, al is het de laatste weken, maanden minder geworden, maar zeker in het begin van deze kabinetsperiode, dat er ook met oppositiepartijen in nieuwe achterkamertjes wordt gepraat. Ik heb wel eens gezegd of geschreven ergens, dat de Tweede Kamer is een soort labyrint van achterkamertjes aan het worden. En hier zitten de coalitiepartners met elkaar. En hier zit minister X te praten met GroenLinks en D66. En daar zit minister Y te praten met de ChristenUnie en het CDA. Allemaal in een soort labyrint van achterkamertjes gericht op het bereiken van een meerderheid. En dan niet een meerderheid hier, want die is er, maar een meerderheid in het gebouw waar ik nu op kijk, de Eerste Kamer. Want zoals we allemaal weten, is dit kabinet tegelijkertijd, dat het hier een minderheidskabinet is, is het aan de overkant een minderheidskabinet. En in dat overleg in de achterkamertjes met de oppositie probeert de coalitie de overeenstemming te bereiken om daar in de Eerste Kamer meerderheid te krijgen. Dat is nu wat minder, ik ben daar blij mee. Ik ben er blij mee. De lijn lijkt nu te zijn, wij coalitie, ik weet niet over mezelf, maar wij coalitie regeren. We komen met voorstellen. We leggen het voor aan de Kamer. Onze coalitiepartners, die zijn gebonden. Helaas, zeg ik. Maar in de Eerste Kamer zien we wel wat er gebeurt. Dat maakt het wel transparanter, dualistischer en ook spannender. En ik hoop dat het ook zo zal gaan in de komende periode. Nou, wat ik heb gedaan, en dan rond ik af, wat ik heb gedaan is geprobeerd een soort inzicht te geven hoe de transparantie in de Tweede Kamer wordt aangetast, ook uit mijn eigen praktijkervaring. En tegelijkertijd heb ik, heel voorzichtig denk ik, maar toch wel tussen de regels door, ik zeg een beetje expliciet gezegd, dat ik het wel heel erg betreur
dat er op alle mogelijke manieren een aantasting van die transparantie in de Tweede Kamer is. Dat Kamerleden zo gebonden zijn op zulke details waarvan je denkt, wat is er nou voor nodig? Ga het debat in. En een Kamerlid heeft een gezond verstand en weet wat het verkiezingsprogramma van zijn of haar partij is. En weet wat de grenzen van zo'n verkiezingsprogramma zijn. We gaan een debat in en kijk waar een meerderheid ontstaat, of het dan met coalitie of oppositiepartij zijn. Dus mijn pleidooi is tenslotte, maak het geheel wat meer ontspannen. Word als coalitie niet zo zenuwachtig als er frictie is tussen de twee coalitiepartners. En als er frictie is binnen een fractie, of als er oneenigheid is binnen een fractie, doe wat meer ontspannen. Het is helemaal niet erg wanneer er verdeeld gestemd wordt over bepaalde dingen in een fractie, binnen een fractie. Het is helemaal niet erg wanneer de ene coalitiepartner voorstemt en de andere tegen, en er een meerderheid ontstaat waar de ene coalitiepartner wel bij hoort en de andere niet. Hoe ga er meer ontspannen mee om? Stel je vrijer op als fractie en als fractieleden, dat geldt voor coalitie vooral, maar ook voor oppositie. En dan ontstaat er, heb minder angst voor een kabinetscrisis. Als we ruzie krijgen over schaliegas, dan komt er een kabinetscrisis. Waarom? Nee. De Tweede Kamer beslist bij meerderheid straks of er wel of niet proefboringen plaatsvinden. En als dat die meerderheid tegen de zin van de VVD is en tegen de zin van minister Kamp is, ja, jammer, maar dat is democratie, dus niet jammer eigenlijk. Dan wordt het gedaan. En dan hoef je niet meteen bang te zijn van, oh, nu hebben we een crisis en nu gaat het helemaal mis. Dus word meer ontspannen. En dan, de laatste opmerking, ja, over de actualiteit, dan is het ook minder begrijpelijk dat er gebeurt wat er nu in de Partij van de Arbeid-fractie is gebeurd, wat toch wel uitzonderlijk is, dat er twee fractieleden kort naar elkaar zijn weggegaan, mevrouw Bonis en mevrouw Hilkens, met als motivering, en ik zeg het in mijn eigen woorden, maar ja, mijn handen werden te veel gebonden. Ik kon mijn ideaal niet kwijt, want ik werd in het keurslijf van de fractie en van de coalitie en van het regeerakkoord en van de angst voor een kabinetscrisis gedwongen. Dat was hun motivering, is hun motivering. En ja, ik kan dat wel begrijpen. En wanneer er wat vrijer wordt omgegaan met dit alles en er minder aantasting is van de transparantie, als dat zo zou geweest, zouden deze twee Kamerleden denk ik niet zijn weggegaan, al kan ik dat niet bewijzen. Dat is het. Dankjewel. Voorafgaand aan een gedachtenwisseling wou ik een opmerking maken over het begrip transparantie. Het viel op dat ook in de bijdrage van de heer Wijs was. Transparantie eigenlijk als een vanzelfsprekende norm beschouwd. Dan moet je uitleggen als het niet transparant is. En ik weet niet of dat helemaal zo helder is, dus ik ga een beetje dwars kijken. Er is een onderzoek gedaan door Stefan Grimmelighuizen. En die heeft een experiment gedaan over transparantie van het gemeentelijke bestuur en de ambtenarij. Hij heeft verschillende manieren van informatie verstrekt en voortdurend gemeten wat gebeurt er dan met mensen. En wat blijkt dan? Als er meer transparantie komt, dan hebben mensen wel een groter vertrouwen in de gemeente, in de eerlijkheid van de gemeente, maar het vertrouwen in de competentie van de gemeente daalt na verhand. Hoe meer je weet, hoe minder je ook denkt van dat wordt allemaal goed gedaan, dan ontdek je ook dat er allemaal ook dingen gebeuren die je, net als minister Donner, nu vicepresident van de Raad van State Donner, zei. Soms wil je niet weten hoe een worstje gemaakt wordt. Dan proef je de uitkomst en dan ga je niet meer beoordelen. Dus dat begrip transparantie, daar wil ik het even over hebben. En het schoot mij een beetje een triviaal voorbeeld te binnen. Als je een potje, glazen potje met erwten hebt, en je gaat het etiket eraf halen, dan wordt het transparanter. Maar inmiddels weet je niet meer. Op dat etiket kun je dan niet meer lezen wat erin zit. En welke akelige dingen er misschien ook in zitten. Dus eigenlijk wil ik maar zeggen, is dat begrip transparantie eigenlijk wel zo helder? En moeten we de discussie eigenlijk voeren over transparantie als een middel, meer dan als een doel? Dat is eigenlijk wat ik wil suggereren.
En als ik dan probeer te bedenken welke doelen zijn er waar je mogelijk transparantie als middel voor kunt gaan inzetten, dan denk ik eigenlijk aan drie begrippen. Het eerste begrip is een level playing field. Dat is eigenlijk met het kopen van zo'n potje erwten, is dat heel triviaal voorbeeld daarvan. Want ik wil dan een transactie afsluiten met mijn supermarkt om het potje te, en dan wil ik weten wat er gebeurt. Dan wil ik weten wat ik koop. Erin zit. En dus wil ik dan door dat potje kunnen kijken, nou eigenlijk ben ik misschien meer gebaat met het etiket waarop een goede manier wordt uitgelegd wat erin zit. Want dan ben ik namelijk op de gelijke hoogte met degene die me dat potje wil verkopen en kan ik de afweging kan ik dan maken. Dus een living playing field. Ik wil hetzelfde weten als jij. Als het over schaliegas gaat, dan wil ik niet dat er ergens een verborgen document is dat ik niet ken wanneer ik met jou moet onderhandelen over wel of niet gaan proefboren. Dat is een voorbeeld. Dan zie je meteen ook dat transparantie zijn beperkingen heeft en dat het ook niet altijd erg is. Want dat playing field, dat kan gelijk zijn. En misschien is het dan wel meer gelijk als partijen in die transactie die ruimte hebben om met elkaar even goed te overwegen op welke manier ze in zo'n onderhandeling zich insteken. En dan is een besloten fractievergadering van waaruit dan wordt. Misschien niet altijd schadelijk met het oog op dat level playing field. Wat voor mij ook essentieel is, en dat blijkt ook uit dit voorbeeld, dat transparantie ook heel veel te maken heeft met procedures. Je moet echt terecht kunnen, je moet verhaal kunnen halen, je moet kunnen rekenen op bepaalde instanties die toezien op bijvoorbeeld wat er in dat potje met erwten zit. Dat is de eerste, level playing field. Het tweede zou ik dan willen zeggen vertrouwen. Ik moet kunnen vertrouwen dat degene met wie ik spreek geen dubbele agenda voert. Dat hij niet het een zegt en het ander eigenlijk bedoelt. Dan kun je het natuurlijk allemaal voorkomen. Maar als je in een democratie, in de Tweede Kamer, erop uit bent om vertrouwen te creëren, een sfeer van vertrouwen, dan moet je elkaar niet te veel streken leveren. Dan moet je niet te veel het een zeggen en het ander doen. Dan mag je best in het katshuis of het ministerie van Sociale Zaken met elkaar praten. Maar dan moet, als je daaruit komt en je praat met elkaar, dan moet je wel eigenlijk even duidelijk maken wat er gebeurd is. Niet zozeer in de uitwisseling van de argumenten, maar wel in de afwegingen die hebben geleid tot een standpunt. En dan kun je zeggen, ja, het was niet mijn voorkeur, of het was onze fractievoorkeur, maar gegeven omstandigheden hebben we nu ervoor gekozen om akkoord te gaan of genoegen te nemen of van de knaps mee te gaan met een akkoord, een compromis, wat er nu dan ligt. Dan is vertrouwen gebaat bij een uitleg die niet altijd transparantie biedt in de achterkamer, in de afwegingen. Dat is misschien nog niet altijd nodig. Een heel aardig voorbeeld was dat, herinner ik me, dat was onze huidige minister van Defensie, die tandenknars het akkoord ging met Rusland, want de ambtenaren die geen homohuwelijken wilden sluiten. Ik vond het eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ze was heel transparant in de afweging. Dat betekent niet dat ze... ze ging toch mee in een fractieafspraak om dit standpunt in te nemen en akkoord te gaan met een bepaalde opvatting of een bepaalde uitkomst waar ze zelf helemaal niet tevreden mee was. Dus vertrouwen, dat geldt voor bestuurders, dat geldt ook voor volksvertegenwoordigers. Dan is transparantie, is naar mijn idee, eigenlijk niet helemaal een helder genoeg criterium. Maar als je vertrouwen wekt en je bedoelt daarmee, draai je elkaar geen loer, zal ik maar even zeggen. Dan hoort er transparantie bij, maar niet altijd transparantie op elke plek en in elke fase van een proces. En het derde waar ik dan aan zat te denken als een achterliggend doel, dat is controle van de macht. En dat is een heel algemeen principe. Dat heeft te maken met checks en balances. Het moet mogelijk zijn om iemand die je veel toestaat, namelijk veel macht geeft, die moet je ook kunnen bezwaren controleren. Betekent dat dan dat je bijvoorbeeld altijd transparantie vereist vanuit de treffenzaal of vanuit een vergaderkamer van een fractie of een coalitieberaad? Nee, maar ik moet wel, wanneer er iets gebeurt, in staat zijn, het parlement moet dat kunnen, om in te breken die macht. Bijvoorbeeld door een onderzoek of door een parlementaire enquête. Dus transparantie is niet altijd alle deuren open of altijd de camera erbij. Daar word je
ook helemaal stapelgek van. Bovendien zou dat het vertrouwen in de competentie van de politici wel zeer kunnen schaden. Maar het is wel zo dat wanneer er een uitkomst is, moet het procederen mogelijk zijn, ook met dwang, om dan de macht ter verantwoording te roepen. En dat is beschermen tegen machtsmisbruik. En daar is de Electricas Politica, de inrichting van het parlement, de functioneren van de ombudsman enzovoort enzovoort, is daar natuurlijk op gericht. Dus samenvattend, transparantie, ik vind het eigenlijk een beetje een verwarrend begrip soms. En als we praten over, zijn we voldoende transparant, denk ik, laat dat begrip nog even. En kijk, hebben we voldoende geregeld om dat level playing field te realiseren, om dat vertrouwen te creëren en te handhaven. En om de macht op een stevige, verplichtende manier te kunnen controleren. En dan is de afweging van wat wil je in de Tweede Kamer wel en niet voor de camera hebben of in de openbaarheid hebben, is dan een afgeleide discussie. Dat is althans mijn stelling als co-referaat bij wat meneer Van den Bijschans daarvoor wil. Het is 5 uur, kort en beknopt gepraat, maar dat was ook de bedoeling, want ik denk dat hier over gepraat moet worden. En dan wil ik graag dat u hier even bij komt staan. En dan hoop ik dat u vragen hebt en opvattingen hebt. Gaan we het onderwerp eens even van verschillende kanten belichten. Wie mag ik als eerste gewoon praten? Jij neemt het vlak. Wie wil het bal openen? Ja. Nodig hebben voor mensen met kunnen verstaan. Gaat dit? Gaat het. Ja, ik zal het proberen. Daar is het naast onderdeel wat we gekregen hebben, is in de infrastructuur, meneer. Nou, dank voor de bijna inleiding. Peter hier in de lobby zit van de Oude Tweede Kamer, maar daar is het niet over gegaan. Over lobbyisten, over partijen die ook belang hebben, bijvoorbeeld overheidscontracten of bij wetgeving, regelgeving. Ik kom zelf als ambtenaar ook wel eens tegen. Wij proberen de mensen zoveel mogelijk te geleiden naar een plek waar we kunnen inspreken, maar waar kunnen zij in het parlement terecht? En zijn dat achterkamertjes of zijn dat transparante lobby's? Mag ik even nog een vraag terugstellen? Want u zegt, we proberen ze te geleiden naar een plek waar het geen kwaad zou zijn. Nee, maar ik ben echt nieuwsgierig. Hoe gaat dat? Wat zijn die plekken? Als iemand mij zo'n bel van af wordt, ambtenaar kan ik u spreken, dan ben ik meestal woordvoerders die de mensen erbij staan. Zowel als mensen een brief schrijven, als ze mij zouden bellen, dat zou een e-mail. Dan probeer ik mensen te kanaliseren, want je spreekt namens het ministerie, dus het is een verantwoordelijkheid voor wat ik in functie heb. Dus wij proberen wat zoveel mogelijk naar bepaalde woordvoerders om deze communicatie te sturen. Ja, laat ik me beperken in een korte reactie toch tot niet zozeer wat op het ministerie is bij u gebeurt. A, weet ik dat niet zo goed. Ik ben weliswaar zelf heel lang geleden ambtenaar geweest, maar ja, daar heb ik toch minder ervaring mee. Maar naar de Tweede Kamer weer kijken, datgene waar ik me vooral voor gevraagd ben vanmiddag. Daar waar ik eerlijk gezegd tot de school die niet zo bezwaar heeft tegen lobbyisten. Het woord lobbyist is een beetje bezwaard begrip geworden. Maar bezwaard is, dat is geen goed Nederlands, is een beetje omstreden begrip geworden. Maar ik vind het heel goed wanneer er een wetsvoorstel is over onderwerp A van mensen die daarbij betrokken zijn, dat die de Kamerleden informeren. En dan moeten, en dan kom ik op jouw tweede punt, vertrouwen. Dan moet je inderdaad genoeg vertrouwen in de Kamerleden hebben dat ze niet blind achter één lobbyist of één belangenbehartiger aanlopen, maar dat ze naar alle kanten luisteren, of dat je in een hoorzitting is of in een apart gesprek. Uiteraard dat ze zich niet laten, en dat is ook altijd het verhaal dat bij lobbyisten hoort, dat ze dat nooit horen, worden diners en weet ik wat allebei, reisjes naar Parijs en weet ik wat. Nou, ik heb het helaas nog nooit aangeboden gekregen in 20 jaar. Dus dat is allemaal een beetje overdreven. Maar wanneer, maar ik ga mezelf niet herhalen, nee, punt, ik ga mezelf herhalen. Ik ben ook niet zo bang voor lobby in het woord, dat heeft een geur die denk ik niet helemaal terecht is. Je kunt misschien wel historisch verdedigen dat er tijden zijn geweest dat er alleen maar lobby was. Als er geen democratie is en er is een absolute vorst, natuurlijk wordt die ingefluisterd.
dat gaat natuurlijk op allerlei manieren. Je zou kunnen zeggen dat democratie is een geformaliseerde vorm van lobby die we hebben ingesteld. Want degenen die we nu kiezen, ja, die doen niks anders dan de macht bevragen en inspreken. En dat is bij ons geformaliseerd in een wetgevende macht en een controle op de regering. Dus als je lobby zo ziet, dan is daar helemaal niet veel mis mee. Het probleem ontstaat dat dit buitenschil van informele lobby, die er natuurlijk steeds is, ja, die is minder zichtbaar en minder gecontroleerd. En ik lijkt me dat dat niet een bezwaar heeft, want we denken bij lobby in de verkeerde zin dan meteen ook aan hele dubieuze partijen. En ik weet niet waar u dan aan denkt, maar iedereen heeft zo zijn eigen ideeën daarover. Grote, machtige partijen waarvan je denkt, die krijgen iets klaar, hè? Dat hoort helemaal niet. Ja, dan zouden we terugvallen op dat idee van dat level playing field. Zorg dat dingen die ook in lobby en rapporten komen, zorg dat een tegenstander, iemand die er anders over denkt, daar ook over kan beslissen. Dan ga je dus niet die buitenschil van de lobby formaliseren, want dan ontstaat er natuurlijk een nieuw buitenschil die wel informeel blijft. Maar zorg ervoor dat die eerste kring zich bewust is van de risico's en laat die zich zijn best doen om dat level playing field te realiseren. Wat ik overigens in de praktijk opmerk, wat ik als Kamerlid, en nogmaals, niet zozeer als Kamervoorzitter, wat ik altijd op een manier vervelend vond, en ik ben benieuwd wat Jan Schinkelshoek in je huidige functie daarover vindt, dat als er een onderwerp was en je dan kwam een lobbybureau of een publieke versiebureau, die kwam zelf namens, het gaat om, dat heb ik er behandeld, maar het gaat over de wet op de bieraccijns, nou, dan praat ik liever met Heineken en Bavaria dan met een bureau wat namens hen komt. Maar niet zo belangrijk om u zeggen, maar meer een beetje. Maar ga jij zelf op pad, als ik dat mag vragen, of adviseer jij Heineken hoe zij op pad moeten gaan? Ik ben het niet eens. Eerst pas opmerking, ik vind lobby een bereiking van democratie. Het maakt een beetje afweging, om te vertellen aan beide zeggen, maar straks heel expliciet, het maakt een betere afweging van de diverse in het geding zijn de belangrijke. Iets wat er over gebeurt waar argumenten pleit worden. Als een voorbeeld de luchtvaartwet gewijzigd wordt, dan kan de KLM zijn belang inbrengen, aan dat geval over gebeuren, of ze dat nou brieven schrijven op andere mogelijke manieren. Twee, de manier waarop, dat doe je. Dat doe je bekwaam. Soms heb je daar een bureau voor nodig. Soms ook in een rechtsgeding. Laat wij zeggen dat advocaten nodig. Raadsman ook heel verstandig zijn. Die kent procedures, die weet hoe het spel gaat. Zo kun je ook een bureau benoemen. En dan is het ook heel verstandig. Nog verstandiger dat je zelf je gezicht laat zien. Dat zal ik als Kamerlid zeer op prijs. En ik had gezegd, ga zelf heen. Overtuig het beter. Dat is je verhaal, vind je overtuigen. En als je daar, heel simpel zegt, een huurling voor nodig hebt. Interessant thema. Zijn er anderen die op dit punt iets willen te bedden brengen? Ik herinner me nog die mooie toestand met Rambam. Kennen jullie dat programma Rambam? Die hadden een casus verzonnen, dat was schaarste aan donorzaad. En die bedachten dus een bedrijf dat daar aan die schaarste wat van gaat doen. Wij was er niet. Dus ze hadden een briefhoofd gemaakt enzovoort. Toen hadden ze een Kamerlid zover gekregen. Nee, ze hadden een lobbyist gekregen. Nou, dat was een slechte collega. Hij heeft daar ook op zijn kop gekregen. En die zei van, oh, dan wil ik voor jullie wel eens even insteken. Die hadden allerlei slinkse truc bedacht. En dat waren Kamerleden. Die inderdaad, en daar zaten de Rambam-mensen op de tribune te gniffelen. Want ja, we hebben het gehaald. Want onze inbreng heeft zelfs de parlementaire zaal bereikt. Dat is niet waar een leerdam op gestuurd is. Nee, dat is nog weer zo. Nee. Maar dit wordt vaak gebracht als zie je wel, lobby deugt niet. Maar het is natuurlijk een voorbeeld van heel wat anders. Namelijk, ja, mensen, en ook lobbyisten, als de rode pan komen, zijn ze soms ook niet zo kritisch misschien de slechte uit het vak. In het meegaan met zo'n soort wens. Maar dat heb je in de advocatuur en in de loodgieterij natuurlijk. Dus dit is dacht ik, het is wel een mooi verhaal, maar het is geen goed voorbeeld om duidelijk te maken dat lobby niet deugt. Dat is niet. Ik zag, ja, zeg toch even. Gaat het? Robert, consumer van de huis van de democratie. Twee opmerkingen.
beslissingen kunnen nemen ten aanzien van transparantie. Dan hebben ze weer een heel ander verhaal om juist die transparantie niet toe te passen, dat ze niet in functie zijn. Dat valt me heel veel op in ons land. Dat ze dan wel zeggen, nou had ik maar dat gedaan. Dus je bedoelt concreet als voorzitter van de Eerste Kamer. Dat is want ik ben een voorstander van humanisme. In de zin van laat die Tweede Kamer, ze worden toch fors betaald, ze worden gekozen. Laat ze zien of ze kwetsbaar zijn, of ze capabel zijn om daar te zijn. En een discussie te kunnen voeren. En dan zie je wie wel en wie niet het is. En door die krampachtig, dat doe ik al een keer in de coalitie, gebonden. Ja, dat geeft geen vertrouwen in de democratie. Dus daar wil ik toch een antwoord op hebben. Is de, hoe ga je daarmee om? Aansluitend? Ja, ik kom nog even bij deze. Opvallend vind ik inderdaad, want ik heb even uit het gehaald, het wordt een aardig verhaal. Maar ik vraag me ook met de voorspreker nog altijd af van wat je in feite vraagt, als je weer transparant vraagt, is dat je de controle op het besluitvormingsproces als het ware meer uit handen gaat geven. Dus ik denk dat juist de behoefte aan controle om de gewenste uitkomst te krijgen, om daar afstand van te doen, denk ik, als politie, dat dat bijna te veel gevraagd is van de politie, dat het dan inderdaad uit handen geeft en dan is de uitkomst ongewisser. Met mogelijke gevolgen voor het competentiebestuur en van wat voor zijn. Dus dat is een heel moeilijk dilemma, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat je daar, als je dit van de coalitie telkens weer niet ziet. Maar ja, dan kan ik me ook vragen: van, waarom kunnen we dat niet doorbreken op dit moment? Een paar dingen door elkaar, korte reactie. Een van uw opmerkingen was van ja. Na afloop zeggen de acht politici dan hoe het beter zou kunnen. Ja, dat is zo. Dat is in mijn geval. Ik heb ook zelf gezegd in een verhaal dat ik bij een achterkamer bij uitstek bedienstdienoverleg van het VVD 8 jaar iedere week heb gezeten. Dus dat is zo. Ik heb ook aan de wat ik nu toch ook de zonde noem overgegeven. Dat is niet waar. Maar ik geef ze nu op de rug kijkend een spiegeling op, zoals jullie ook gevraagd hebben. Naar aanleiding van wat u beiden zegt, één korte kanttekening bij jouw opmerkingen. Ik kan me heel goed vinden in jouw relativering van de transparantie, de 3 punten hieruit. Maar dat geldt vind ik veel meer voor bijvoorbeeld de ministerraad. Als je mij zou vragen, vind je dat de ministerraad openbaar moet worden? Nee, vind ik niet. Vind je dat overleg van een minister met zijn ambtenaren, haar ambtenaren, over het maken van een wet binnen het ministerie. Dan zou je ook kunnen zeggen, nee, we moeten precies weten hoe dat gaat. Wat de minister met zijn ambtenaren bespreekt, vanaf het allereerste moment van de totstandkoming van het wetsvoorstel tot het gebouw van het ministerie vandaag. Nee, dat vind ik niet. Maar, en dat was ook mijn opdracht om waarlijk te zeggen, als het om de Tweede Kamer gaat, de volksvertegenwoordiging, vind ik dat degene, de kiezers, dat zeg ik helemaal in het begin, ja, toch recht hebben op meer transparantie dan nu in de Tweede Kamer vaak gebeurt aan de hand is. Dat is mijn kanttekening of mijn reactie op jou. En ja, wat u zei, de controle, tenslotte de controle op de processen, ik begrijp het, bedoelt, ja, aan de andere kant zeg ik ook, maar nogmaals, door u aangespoord, zeg ik er maar even bij, achterna, terugblikkend. So what? Dan is er een andere uitkomst dan je wilde. En tuurlijk, als er nu 6 miljard bezuinigd moet worden, wat ik daarvan ook vind, en er een voorkomen transparant proces is en die 6 miljard op tafel zijn, dan heeft de coalitie een probleem. Dat begrijp ik ook wel. Dus er zijn nog wel grenzen. Maar ja, men geeft zich zo met overgave over aan die achterkamertjes op vele momenten dat het helemaal niet nodig is. Is eigenlijk dan hier ook niet de kwestie van het dualisme bepaald? Hè? Want als in regeerakkoorden en in coalitieafspraken wordt geregeerd en wordt er krapachtig gedaan, dan dwingt dat natuurlijk tot discipline en tot het verstoppen van tegenstellingen enzovoort. En wat u zegt is eigenlijk het pleiten voor een wat ontspannende houding. En dat zou alleen maar kunnen als het kabinet een wat onafhankelijke positie heeft en fracties daar ook vrijer zouden zijn om daarop te reageren.
Maar ik vrees dat dat vooral een wens is die ongeblikkelijk bij elk volgende voorbeeld natuurlijk wordt weersproken door moet dingen gedaan zijn die krijgen. De slagvaardigheid moet ook op langere termijn. Je kunt er niet elk half jaar weer opnieuw een meerderheid moeten maken. Dus ik relativeer echt dan ook die wens om dat dualisme nog te versterken ook meteen. Het is vast een onderwerp waar we ook nog wel iets van vinden. Ja, u en dan. Mijn naam is Sam Zoet, ik ben van PDC, van het Parkinson-Londense Kunstinstituut. Ik vroeg me af of u misschien kunt zeggen over de historische dynamiek van dit proces. Was die kompachtigheid vroeger sterk? Of is die juist met de tijd toegenomen? Bijvoorbeeld omdat er veel meer nu ook allemaal bovenop staan. Iemand die afwijken wil een microfoon toegestopt krijgen. Uitleggen waarom niet. Waarom er verdeeldheid is in partijen. Sluit het aan of wachten we even met u? Ja? Een korte reactie. Ik wacht daarbij. Natuurlijk is het alle tijden. Maar het hangt heel erg af van de persoon van de politiek leider, de persoon van de fractievoorzitter. En ik heb de lange tijd in de Kamer geweest. Vier, vijf fractievoorzitters meegemaakt in de VVD. En ja, de enige die er ook ten opzichte van zijn eigen fractie deden, veel ontspannender mee om dan de ander. En ik heb het idee, als je nu kijkt naar de Partij van de Arbeid, ik zeg het echt alleen op grond van het volgen van de media. Dat is ook voor mij de manier nu waarop ik mijn informatie krijg. En dan heb ik het idee dat Samson, toch echt een beetje een fractievoorzitter, er heel erg boven zitten, dat dat ook geleid heeft tot de conflicten, het weggaan van die twee kamerleden. Maar nogmaals, dit is mijn indruk, ik kan het absoluut niet bewijzen. Ik zit niet in die fractie. Gelukkig. Nou ja, er wordt gezegd, dat is natuurlijk allemaal lastig praten, Samson moet trouwens in de Kamer blijven als bevechter van de rechten en mogelijkheden van de fractie. Hij wordt natuurlijk wel de minister genoemd. Goed, maar dat is misschien altijd partijpolitiek. Nou ja, dat is leuk dat je het zegt. Ik heb daar dus ook even uitbreiding. Ik heb een artikel over geschreven, wat in de Volkskrant is gepubliceerd een jaartje geleden of korter. En de kop zegt, en dat geeft wel aan wat dat invalshoek van het artikel was: van Samson is geen Bolkestein. En dat Bolkestein speelde een onafhankelijke rol als politiek leider van zijn fractie. En gaf de VVD gezicht en Samson is bij het kwam een beetje af, maar Samson is de 14e minister, de 15e. Ja, ik heb het wel even Maar ik wou nog even iets anders zeggen over die historische dynamiek. Naar mijn inschatting, dat is een intuïtief oordeel, is dat de transparantie groter is. Dat er niet minder sprake is van dwang en coalitiediscipline dan vroeger. Alleen je ziet het beter door media. En dat is nog een andere factor. Er is natuurlijk een tijd geweest, en dat is de tijd van de verzuiling, dat die discipline, zou ik even zeggen, veel vanzelfsprekender was. Omdat mensen binnen de zaal meer vanzelfsprekend hun leiders volgden en vertrouwden in compromissen die werden gesloten. En hoe meer kiezers en partijen vluchtiger zijn en steeds opnieuw moeten zoeken naar meerderheden of kiezers, is die vanzelfsprekendheid van we wachten even af nu wat onze leiders met elkaar in coalitieverband hebben afgesproken. Die bereik is natuurlijk veel geringer geworden. En dat maakt dat het allemaal veel zichtbaarder wordt als vervolgens dan zo'n partij die aanhang heeft gekregen, die dan toch zegt, ja, nu zijn we toch ook in de positie dat we verplichtende afspraken moeten maken. Men kan niet zo vanzelfsprekend rekenen op de adhesie van de achterban. Ja, de verzuiling is er niet meer. Dat is een gepasseerde fase natuurlijk. En nou lijkt het erop alsof die discipline meer klimmend wordt en lastiger is. Maar ik denk dat dat alleen maar is omdat de omstandigheden minder toestaan dat het vanzelfsprekend wordt gevonden en wordt geaccepteerd. Maar dat is maar een historische kanttekening, een beetje uit de losse pols. Ik kan dat niet hard maken, maar er zit wel een zekere logica in. Nog een tip, dus? Ja, ja, dan. Mijn naam is Marie Suchet, ik heb een eigen advies in de praktijk. Wil je me afvragen?
er dan moeten gebeuren om die angst voor dualisme en angst voor kabinetscrisis wat meer weg te nemen in het systeem of zit er bij leiderschap, wat is uw analyse? Ja, het is een hele goede, maar ook lastige vraag om te beantwoorden. Want het zit hem in de politieke cultuur. Het is zo ingebakken dat je geen meningsverschillen mag hebben in een coalitie. Het vraagt ook wat van de pers, denk ik. Nou, kijk, om niet te gaan vertellen wat de pers moet gaan doen, want het is ook niet transparant. Dat moet de pers zelf weten. Maar de pers is natuurlijk wel. Zeer ik in met de pers, de media, maar veel media zijn natuurlijk ook heel veel op zoek naar meningsverschillen binnen een fractie, binnen de coalitie. Dat wordt enorm uitgelicht. Het krijgt dan soms chocoladeletter type koppen in bepaalde kranten. Zij gaan zeggen, meneer Kamp, minister Kamp, ik krijg niet zijn zin over het schaliegas. Zo wat. Dus, maar dat is geen antwoord op uw vraag, want dat heb ik al gezegd. Hoe bereik je het? Ja, het is meer een kwestie van politieke cultuur, van mentaliteit, van niet meer zo bang zijn voor meningsverschil leidt tot kabinetscrisis. En ik denk, wat dat betreft ben ik wel optimistisch voor die nabije toekomst. Dat nu het kabinet gekozen heeft om niet meer per onderwerp, zoals ik het eens begrepen, in de achterkamertjes met de oppositie te gaan praten. Om al van tevoren in de Tweede Kamer een meerderheid te vinden die straks in de Eerste Kamer op een bepaalde manier moet stemmen. Daar kan je ook de nodige kanttekening mee maken. Maar dat zeggen wij regeren en ik zei het al, we zien wel of we het wel niet in de Eerste Kamer krijgen. Dat wil zeggen dat je echt een dualistisch debat met de oppositie, hoe gek dat ook klinkt, want dat krijg je dus per definitie zo, kunt krijgen om tot die meerderheid in de Eerste Kamer te komen. Maar uw vraag is goed, maar moeilijk te beantwoorden, vind ik. Dat het gaat over cultuur, mentaliteit, houding, dat moet veranderen, vind ik. Ik zou daar nog bij kunnen zeggen dat het dualisme zal werken. Dat heeft het dualisme van een tango. Je danst, maar je bent wel volledig van elkaar afhankelijk. Als je dat zou willen doorbreken, ik zoek even naar buitenlandse voorbeelden, dan zou je denk ik de macht op een of andere manier toch moeten verschuiven. Dat kan of door een presidentieel systeem, waarin je de uitvoerende macht heel sterk legt bij de president, die niet kan worden weggestuurd, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten dat natuurlijk het geval is. Nou ja, we weten daar waar ik altijd wel een makkelijker van heb, met die tegenstribbelende congres. Dat is dan bijvoorbeeld een ander voorbeeld, net aan de andere kant, dat is het Zwitserse voorbeeld, waarin voortdurend weer in referenda wordt gevraagd aan de bevolking. Dat maakt natuurlijk dat die tango ook iets wordt ontspannender. Ik geloof dat je bij een tango ook vond op afstand hebt. Ik kan het niet meer voorzitter, dat ik vestig ben. Ik zeg allemaal thuis. Ja, ik kan het niet meer. Maar dan zou je inderdaad die macht die zou iets minder afhankelijk van het spel moeten worden. Door of de president meer macht te geven, of vaker in referenda aan de volk te vragen. Want dan, zolang je zegt van en jullie moeten het met elkaar eens worden, dan denk ik eigenlijk dat je daar niet aan ontkomt. Je bent wel gedwongen. En als dat niet eenmalig kan, doordat er een ruime meerderheid bij de huis is, dan moet het maar ad hoc. Maar het blijft natuurlijk dan zoeken naar een compromis op de thema te geven. En je hebt geen mogelijkheid om naar de ene of naar de andere kant te zeggen, nou, wat regel jij dat? En daarna dus verder. En dat betekent dat kabinetten ook heel kwetsbaar zijn. En ook in Nederland, net als de blaadjes in de herfst, toch vaak vallen. Zo is het. Ja. En de blaadjes in de herfst die vallen niet voortijdig. Nee. Als je het zou willen doorbreken, dan zou je of van de Tweede Kamer of van de kabinetszijde, daar zou een verandering van de stuurde kracht vandaan moeten komen. Om de cultuur te doorbreken. Ja. Maar de cultuur doorbreken is al heel erg moeilijk. Heeft iemand een suggestie nog in deze richting? Cultuur, lossen we dat op? Nou ja, kijk, want ik denk dat het ook iets te maken met de positie politieke partijen die gesteld hebben en de wijze van recrutering van Kamerleden. Cultuur is heel moeilijk te doorbreken, inderdaad. Aan de andere kant denk ik dat je heel goed de nadelen.
zeker. En de manier waarop, als ze gerekruteerd zijn, er wordt omgegaan door partijen met elkaar van leden. Ja, want wat toch wel even op de actualiteit, want ik vind het toch wel intrigerend dat twee leden van één fractie, die kort naar elkaar om dezelfde reden weggaan. In een interessant artikel in de NRC van afgelopen weekend, wat Bonus had geschreven, schrijft het keurig op natuurlijk, maar zei ze echt, ja, ik werd toch gemasseerd, of weet je wat noemen, om tot een standpunt te komen, druk op mij uitgeoefend. Ze zegt het iets ontvoerders, dan komt het neer. Dat hoort ook. Dat heeft weer te maken met de recrutering van de volgende fractie. En zij staat niet voor bezweken, maar anderen die denken van, nou ja, als ik niet meegaan, dan kan ik het schudden de volgende keer. En dat is natuurlijk helemaal niet transparant, want dat soort beweegredenen zijn. Wie volgt? Ja, ik heb hierop over de laatste vraag over hoe zit het nou eigenlijk met dat zonder last en ruggespraak in de Kamer. Deze twee dames die zijn nu uit de fractie gestapt, maar die hadden ook gewoon een eigen winkeltje kunnen starten in de Tweede Kamer. Dat hadden ze kunnen doen. Ik moet zeggen dat ik het wel in hun prijs dat ze eruit zijn gegaan en niet gezegd hebben, ik ga lijst Bonus of lijst Hielkens beginnen, wat we zo vaak hebben gezien de afgelopen jaren. Want ik vind dat is een beetje een half onderwerp, maar daar heb ik al bezwaar tegen. Voorzitter Stijn, heb ik openbaar wat dingen over gezegd. Ik vind dat in ons systeem sta je op een lijst. Je wordt gekozen op een aantal stemmen. Als je niet de kiesdeler haalt, heb je eigenlijk je eigen zetel verdiend. Dan vind ik dat je niet het morele recht hebt om te blijven zitten. Als deze theorie voor mij in de praktijk was gebracht, zou de PVV nu niet hebben bestaan. Ja, dat is een doordenker. Ja, ik wil misschien met de D-Max hieruit even blijven zitten, als het toen draait het naar enzovoort. Ja, maar hier draait het ook het thema van de functie van politieke partijen. We hebben natuurlijk een kiesstelsel waar partijen een belangrijke rol spelen. Er is zelfs gekoppeld om die partijfactor in de verkiezingen om die te verkleinen. Mogelijkheden om een voorkeurstem gekozen te worden vergroten of te combineren met een districtenstelsel. Onze partijstelsel is natuurlijk wel aan het einde van de 19e eeuw tot stand gekomen. Juist met het oogmerk om samen te ballen vanuit een bepaalde ideologische politieke visie, wat in het parlement dan als macht moet worden gerealiseerd. De schoolstrijd is, wat er destijds speelde of andere thema's. Die partijen zijn natuurlijk juist bedoeld om. Als je daarop koos, dan kon je er ook op aan dat die partij dan ook dat standpunt innam. Daarvoor waren mensen natuurlijk gewoon in hun kieskringen, die stelden zich kandidaat. En het was helemaal niet zo helder bij welke partijen hoorden. Dat betekent ook helemaal niet dat er van zo vanzelfsprekende conclusie verder getrokken als een belangrijk wetsvoorstel werd verworpen. Dan kon dat zomaar gebeuren voor mensen die geen verbonden waren. Dat is eigenlijk ook een beetje wat ik weet. Ja, maar dat is dan teruggekeerd tot een situatie waarin partijen veel minder spreken. Nou ja, daar is natuurlijk hier over de laatste decennia ook wel veel over gepraat. Of dat iets oplost, weet ik niet. Of je alleen maar op individuen moet je dan inderdaad weer op kiesdistricten, moet je een soort stelsel invoeren. Dus dat hoe je dat nu noemt, dat raakt dan nog weer, we maken het alleen maar ingewikkelder, zeg maar. Dat draait dus ook naar de functie. U eerst. Ja. Mijn naam is Max Tom, ik ben student Duitse bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. U ging net al even in op de rol van de media. Mijn vraag is eigenlijk, hoe zou de rol van de media kunnen of misschien nog moeten veranderen? Want in Nederland zijn er hele hoop wetten en is het de mooie structuur waarin die transparantie in principe. Sorry, wat is de aantal in het laatste? Er is zeg maar een structuur, er zijn wetten waarin de transparantie in principe gefaciliteerd kan worden, namelijk de wet openbaar bestuur. Maar heel veel dingen die buiten de Tweede Kamer vallen, bijvoorbeeld in Europa of op het provinciaal niveau, blijven echt buiten het beeld van de media. Welke rol is daar weer gelegd om dingen voor burgers die dat misschien niet zelf gaan opzoeken, toch onder aandacht te brengen? Ik vind het een moeilijke vraag.
maakt mezelf een beetje makkelijk, maar ik meen het wel met antwoord door te zeggen, ik ga niet als oud-politicus, als politicus mag je ook niet, ja, zeggen wat de, hoe de media het zou moeten doen. Dus ik heb in alle oprechtheid niet zo goed af. Het spijt me. Maar ik vermoed eigenlijk dat de vraag vanuit een bepaalde idee gesteld wordt. Misschien kun je zelf iets vinden. Ja, het idee is wat ik al zei, er is een systeem waarin heel veel informatie beschikbaar is. Maar men gaat vooral op zoek naar die dingen die heel smeuïg zijn. Inderdaad, onderling verschillen in de fractie. En daar net ging over hoe de media acteert. En nu al, ja, ik snap het moeilijk voor de politici is. Maar hoe de media zich misschien anders wil opstellen. Ik zou het goed vinden wanneer de media bestaan, maar wanneer de media, of sommige media, niet zo enorm zouden triggeren en uitvergroten, een meningsverschilletje. En ik vond het wel mooi dat toevallig was dat wat twee jaar geleden, en bij Knevel van Brink zat zo'n Prechtold. En toen vroeg Knevel iets en toen zei Prechtold, ik vond het nou oprecht als. Als u het nou goed vindt, zei hij tegen Prechtold zelf, wil ik nou over de inhoud praten en niet antwoord geven op uw vraag die over de Haagse spelletjes gaat. En dat vond ik wel een mooi antwoord van Prechtold. Als het gaat om de media, heb ik wel zorg over een ontwikkeling die krantenredacties redacties van andere media onder druk staat, van kijkcijfers en presteren en korte termijn succesboeken. Onderzoeksjournalistiek onder druk zet. Het lijkt ook alsof met onze gratis toegang tot nu.nl of Metro en de Spits iedereen langzamerhand gewend is aan het idee dat je nieuws gratis krijgt. En dan veroorzaak je natuurlijk een mediacultuur waarin mensen op korte termijn gaan scoren om te zorgen dat ze de aandacht krijgen. En dus een half jaar werken aan het raam of aan de voorbereiding van een uitzending, dat wordt door de baas en door de geldschieters dan toch met enige argwaan bekeken van levert dat wel wat op. Ik vind dat het is niet te wijten aan iemand, dat is denk ik de ontwikkeling waar iemand onder komt. De media zijn aan het zoeken naar mogelijkheden om klanten, lezers, nieuwsgierigen ervan te overtuigen dat nieuws, kwaliteit nieuws, duiding van nieuws, transparantie nieuws, dat geld kost. Denk maar aan het etiket op dat potje erwten. Je kunt zeggen van iedereen kan het zien, maar analyseren wat daarin zit en dan op een etiket dat netjes, dat vraagt tijd en dat zou een media moeten kunnen controleren. Dus die ontwikkeling geeft wel enige zorg van. Ik denk dat nieuws nooit echt gratis is, omdat er bijvoorbeeld op internet reclame bij staat, daar leeft men van, zoals Google van heel klein is super groot geworden en meerdere. En de gratis dagbladen die worden uitgedeeld, staat volgens mij ook reclame in. Dus dankzij de ondernemingsgewijze productie, ofwel het kapitalisme, hebben heel veel mensen nieuws voor heel weinig geld in ieder geval, of bijna niks kunnen ze tot zich nemen. Maar het is wel een goede vraag, hoe is de kwaliteit gegarandeerd van de achtergronden? En waar het om gaat denk ik bij media, is informatie komt pas naar gegevens, data, en zij maken er nieuws van. En alleen als het nieuws is, dan krijg je te horen, te zien of weet ik hoe ze het tot je brengen. Die keuze die wordt weer gemaakt op grond van een marketinggedachte van dit verkoopt goed. Dat zie je op televisie, je ziet het in allerlei media. Dus blijft er vanzelf een heleboel interessants liggen waar mensen zelf naar moeten gaan zoeken. En als het maar transparant is dat informatie er is die nieuws zou kunnen geven en transparant is hoe je erbij kan, dan zou een mooie maatschappij hebben. Ik begreep dat Argos, het programma, dit soort onderzoeksjournalistiek, is ook aan het crowdfunding. Ja. Die zoeken middelen, onafhankelijk van commerciële partijen. Maar goed, dat is misschien ook weer allemaal. Ik ben het af en toe weer daarvan. Ja. Nou ja, als het zo is dat
die patronen die de media niet tentoonspreiden zo gedicteerd worden door de tijdcijfers, de verkoopcijfers, dan zijn er weinig natuurlijk degenen die daar de voeding aan geven. Dus dan moet ik heel erg denken, net als het verhaal over kredietcrisis, wij willen al die spullen en wij namen ook al die schulden op ons. Dus, en als je dan net over cultuurverandering, dan wordt het misschien nog wel niet. Ja. U meldde ze net ook? Ja, ik had nog even na van de buurman zei even de vraag, zijn jullie om de kamer te verkleinen? De Tweede Kamer is alleen maar 100 leden, is het ooit geweest. De bevolking is geen getroffen van Nederland nog zo kleiner als dat betekent dat er minder kamerleden zijn dan kerkkiezer. Maar het zou ook kunnen betekenen dat de kamerleden minder tijd hebben voor maatschappelijk contact. En dat het een goede opinie zou zijn om het pad sneller te maken. Een goede opinie zou de kamer verkleinen. Ja, voor andere landen zijn dat het dus 600 kamerleden. Die hebben misschien 8 woordvoerder opgebouwd. Als je in een grote fractie zit. Dat lijkt ook, ja. Maar u zegt al andere landen, als je kijkt naar het herstel, ik heb er aan, maar ik weet wel dat moet je natuurlijk relateren aan het aantal inwoners, dat Nederland een relatief klein parlement heeft, de Eerste en Tweede Kamer, vergeleken met inderdaad landen met vergelijkbare bevolkingsomvang, die veel grotere parlementen hebben. Als actief politicus, ook als kamervoorzitter, ik ben tegen verkleining van de Kamer. Ik bedoel, eigenlijk het motief om de Kamer te vergroten van 150 was de groei van de bevolking. Nou, de bevolkingsgroei is doorgegaan, waarom zou je nu dan opeens verkleinen? Ik vind 150, beperkt tot de Tweede Kamer, 225 met de Eerste Kamer bij parlementariërs op een bevolking van 16, bijna 17 miljoen inwoners, vind ik echt een goed aantal. En je kunt ook niet een werkelijke volksvertegenwoordiging zijn wanneer er te weinig kamerleden zijn. Ik vind altijd in de discussies wordt de argumentatie niet helemaal compleet, in mijn idee. Want er is onvrede, mensen doen dingen waar ze beter niet mee bezig zouden kunnen zijn. Nou, zorg dat ze zich niet zo vervelen, dat ze die vervelende dingen gaan doen, dus zorg dat er wat minder zijn. Ik bedoel, dat is een simpele redenering. Je raakt dan niet waar je eigenlijk onvrede hebt. Ik vind een parlement moet het controleren van de macht en in het afdwingen van dat level playing field, zoals ik dat noemde, de mogelijkheid hebben om natuurlijk dingen te onderzoeken. Ik heb wel eens het idee dat onze Tweede Kamerleden in een ondersteuning, misschien de Kamer als geheel in een ondersteuning, eigenlijk eerder nog wat meer faciliteiten zou moeten hebben dan die nu heeft. En dat hangt niet per se samen met de omvang van het parlement als zodanig. Maar maak alsjeblieft het parlement niet zwakker, juist met het oog op transparantie. En probeer niet een oplossing te vinden voor een probleem van oneigenlijke zaken die gebeuren langs deze weg. Ik denk dat dat oneigenlijk is. Ik vind die argumentatie die niet sluit op de kloppen. Mag ik een afsluiten? Ja. Aansluitend op de vraag van deze heer, zou ik graag uw mening willen horen over het feit dat de raadsleden dus een functie ernaast, naast de 40 uur vrijheid, 20 uur vrijheid, wat mensen ook maar willen. Zou het prettiger zijn als een raadslid een volledige baas zou zijn? Heb je dan meer contact met je burgers, contact met de wethouders, met de bestuurder anders? Wat zou u daarin vinden? Heel kort, ik heb het onderwerp waar ik minder verstand van heb, om maar zo te zeggen. Volksvertegenwoordiging op het gemeenteraadsniveau. Maar op gevoel zeg ik, in sommige grote steden, en dan is Zoetermeer, Ruismeland, of niet Ruismeland, Zoetermeer is ook een grote stad, dat weet ik heel goed aan het aantal inwoners. Sommige grote steden ja, maar in gemeente Veren, Middelburg, of Walcheren, nee. Het is een beetje simpel antwoord, maar dat is mijn antwoord. We hebben wel raadsleden op binnen. Ja, ik ben laatst in de Kip aan IJssel. Nou, praat je over een wat kleinere schaal als Zoetermeer. Er komen wel dingen op de gemeente af in de toekomst, hè, grote decentralisaties. Ik denk ook waar je hebt natuurlijk ook in het gemeentecontrole een dualisering gehad. Dus wat dat betreft denk ik ook dat je daar, dat het voor veel gemeenteraadsleden nog steeds zoekend is naar een goede rol in die dualisering. En daarbij inderdaad te beperken niet tot een
commissiestelsel waar wij ook toch wat bij uit kunnen halen. Maar inderdaad, ze controleren de rol tot te zoeken. Dat kost veel. De gemeenteraad heeft volgens mij wel moeite. En iets meer tijd zou wel zijn. Ja, dat is helder. Ik zou die band met de samenleving niet gaan opgeven. Want dat ik vind dat juist lokaal moet die volksvertegenwoordiger rol, de mededeling, echt voorop staan. Idealiseren is allemaal goed en aardig, maar ga nou niet doen alsof je goed en meer dat dualisme wat je hier al zo moeilijk in de vorm hebt imiteren. Dus laat ook een college, zou ik denken, zich ook tot taak rekenen om de democratie te koesteren en via inspraak met al die decentralisaties. Je moet er toch niet aan denken dat de gemeenteraad de enige club wordt waar over de uitvoering van al die over jeugdzorg of zorg gepraat, want het gebeurt ook niet, want er zijn cliëntenraden of andere soorten verbanden. Nou, laat alsjeblieft de gemeente daarvoor inspannen. En dan zou ik denken, dat laat dan de eerste insteek van de raadsleden zijn, dat ze goed weten wat er in de samenleving speelt op de plek in de raad. En misschien ook op andere plekken dat te laten horen. Maar goed, dat is misschien wat de particuliere opvatting niet per se gaat over de transparantie. Maar ik zou niet te gauw zeggen van, maak dat professionals, voor je weet, dan zit je in datzelfde circuit van de ambtenarij. En dat moet je juist niet hebben, vind ik. Dus hard blijven. Hard blijven. Dus dat naar de wijsgast die moet met het openbaar vervoer, en met zijn openbaar vervoerfiets, moet die weg. Dus ik moet nu een eind maken aan het gesprek. Nou, we hebben ons best gedaan door onze inleiding om de knop te houden, toch ruimte te hebben voor het gesprek. Dat is ook levendig. En dat het wat dat betreft goed was. Zeker. Ik dank meneer Wijsglas van harte. Ik mag iets aanreiken wat Lisbeth bij me geeft. Zo. Dat is een boek. Je hebt al een boek. Hartelijk. Misschien Lisbeth, wil jij nog iets zeggen over. Ja. Wat in de zomerconferentie nog. Wel erg slieken, zoals je weet. Dat zit er. Dus is dat ik niet bij een praatje blijf, maar ik ga het gewoon vertellen waarom ik weg ga. Met het gevaar dat we het allemaal gaan twitteren. Maar vanavond ga ik iets doen wat zo niet transparant is. Zo ondoorzichtbaar. Wat ook de bedoeling heeft dat je het nooit begrijpt. En wat volledig geheim en mysterieus moet blijven. Wat ga ik doen? Ik ga met mevrouw naar de Rotterdamse première van Hans Klok. Ik vind het wel mooi afsluiten van het debat. Het is echt verspijt. Ik zal heel kort nog iets zeggen. Kars noemde het al in het begin dat het onderdeel is van de zomerconferentie van Monsieur Schut. Er zijn nog een paar onderdelen waar het plek is. Ik hoor van twee raadsleden en ik weet dat er een bijeenkomst in Nieuwsport is volgende week georganiseerd door het RNP. Er is vanavond de film Promised Land. Daar wordt ook gekeken van wat is de rol van de overheid en de media in het transparant maken van keuzes die burgers moeten maken. In dit geval gaat het over schaliegas. En dat doen we onder andere met Mariko Peters en met wetenschapsjournalist Bram Vermeer en met Judith Merkies, Europarlementariër, onder leiding van de moderator ook. En op 3 september is er ook nog een bijeenkomst waar ruimte is over transparante rechtspraak. De rechtspraak heeft jonge studenten van filosofie, bedrijfskunde en rechten gevraagd een aantal dagen mee te lopen bij rechtbanken, bij 3 rechtbanken in Nederland, en daar een advies over te schrijven hoe de rechtspraak meer transparant zou kunnen worden. En daar brengen ze een advies over uit. Als u daar belangstelling voor heeft, dan kunt u ze via de site halen. Dan wil ik als laatste wil ik heel erg graag Kars hartelijk bedanken en Kars echt ook. Een van de boeken van het Montesquieu Instituut, van de mensen die hier gewerkt hebben, Kars heel erg bedankt.